Deze citroenmousse is heerlijk fris, toch een beetje zoetig, daardoor een heerlijk nagerecht voor in de zomer. Daarvoor rasp je eerst de schil van de citroen. Zorg wel dat je het wit niet echt meeneemt, dat is een beetje bitter. Dan hak je die fijn. Dan splits je eieren, dus de eidooier en het eigeel scheid je. De eidooier doe je in een pannetje. Dan gaat de rasp van de citroen bij, citroensap en suiker. En dat verwarm je dan au bain-marie. Dus boven een pan met warm water, dat je net niet aan de kook hebt gebracht. Dan wordt het dikker. Dan laat je 10 minuten staan. Dan blijft waarschijnlijk de saus aan de achterkant van de lepel plakken. Dan is die goed, is die wat dikker geworden. Voeg je de boter toe, los je dat op, haal je van het vuur en zet je weg. In een andere kom sla je dan de eiwitten stijf. Dat moet je wel doen in een vetvrije kom, anders dan komen de eiwitten niet zo mooi op. Wanneer dat stijf is, voeg je dat bij het afgekoelde citroenmengsel. En dat spatel je dan door. Wanneer alles goed is omgeroerd of omgespateld en je niet meer stukken eiwit ziet, dan verdeel je het over de glazen en dan zet je dat nog een uur in de koelkast.